Goedemorgen, het is vrijdag, het is 5 januari vandaag. En ik neem jullie vandaag mee in mijn dag. Ik ben Esther van Vlogstressie en ik zou zeggen, kijk gezellig met me mee. Ik ben weer aan het oppassen op de kat van mijn schoonouders en de drie hondjes. Dit is Daisy, de kat. Ik ben haar naam heel vaak kwijt, maar dit is Daisy. Hallo Daisy, hi meis. Daisy komt graag even een eitje halen altijd. Daar ligt Milou. Daar ligt Charlie. Hi Charlie. Hi lieverd. En daar ligt Reisje. Hi Reis. Jij mag ook in beeld hoor. Jij mag ook in de vlog. Ja hoor, maar je bent al in de vlog geweest. Ja. Ik had een ja-movie gemaakt, maar hij speelt niet af op mijn laptop, op geen enkele manier. Dus of hij is te lang, dat mijn software op mijn computer vele video's langer dan 2 uur niet meer afspeelt. Of er is wat anders misgegaan. In ieder geval, hij speelt niet af. Ja, dan kan ik hem niet op fouten controleren. Dus dan... dan zet ik hem niet op YouTube. Want dan... ik controleer mijn werk graag. Op fouten. En dan sluip ik er nog wel eens wat tussendoor, hoor. Iets wat ik met editen, met het filmen niet opgemerkt heb. Met editen niet heb gezien. En ook niet zie bij de nakontrole. Dat gebeurt wel eens. Dat geeft niet, dat houdt het ook lekker puur. Maar als ik hem niet kan controleren, dan zet ik hem er niet op. Dus helaas, het is niet gelukt. Ik wil wel gaan kijken in dit jaar hoe ik het wel kan doen. Hoe ik het volgend jaar wel kan. Van dit jaar wel een jaar movie kan maken, eind van het jaar. Dan. Het is toch wel heel mooi om een jaaroverzicht te zien. En dan. Ja, het is gewoon mooi om een jaaroverzicht te zien. Ik volg een familie die dat ook doet, die ook een jaarmovie maken. Je ziet dan die kinderen ontwikkelen en die mensen ook. En je ziet ze een persoonlijke groei doormaken. En dat vind ik mooi om te zien. Dus dat wilde ik zelf ook maken, zodat ik mijn eigen groei een beetje kon zien. Maar ook jullie kan laten zien. Maar helaas, dat is niet gelukt. Nou, ik ga het dit jaar weer proberen om een jaarmovie te maken. En dan eerst maar eens even goed kijken en op tijd beginnen. Met kijken hoe het wel kan, zeg maar. Nou, dat is alweer ruim drie minuten, bijna 3,5 minuut onzinnig gekletst eigenlijk.
Maar ik vond het wel even belangrijk om te zeggen. Ze hebben heel lief chips. En pindas voor me neergelegd. Maar ik heb geen gebit. Ik kan het niet eten. Daar hebben ze natuurlijk geen erg in gehad. Maar het is zo lief. Ja, ik word hier blij van. Dat ze zo voor me zorgen als ik op de hondjes pas. Dat, ja. Dat geeft wel dat ik mij geliefd voel. En gewaardeerd. Ik wou het toch even delen. Ik kan het niet eten, maar de bedoeling is heel erg lief. En dat is goed, daar gaat het om, toch? Ik ben mijn vlees aan het bakken. Of het wegkrijgen zonder tandjes, geen idee. Dat wordt de volgende uitdaging. Dan kan de magnetron aan, de bietjes. Ik ga het even eten. De bietjes waren heerlijk. En de biefstuk was ook lekker. Ik kreeg het goed weg. Dus ik heb lekker gegeten. Ik ben zoals je ziet weer thuis. Ik ga de vlog nu afsluiten. Vond je het een leuke vlog? Zou ik het 5 minuten een duimpje omhoog geven? Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het super tof vinden. Als je hieronder even abonneert, klik dan ook gelijk op het belletje. Dan krijg je een melding wanneer een nieuwe vlog of video online komt. Dankjewel voor het kijken. Doedels!